Welkom bij experiment deel 24. Hoe sterk is de zijkant van een vel papier? Daar gaan we achter komen. Benodigdheden: 1 vel papier. Die rol je op, even een paar plakbandjes erop, zodat die opgerold blijft. En boeken: een flinke stapel zware boeken. Dit rolletje zetten we neer. Nou leggen we er een paar boeken op, om te kijken wat er gebeurt. Die boeken moeten misschien iets schuiven om het mooi in evenwicht te houden, zodat het niet omvalt. Oké, die boeken liggen erop. Dit zijn echt stevige, zware woordenboeken. Maar het vel papier staat. Volgende boek. We schuiven iets om te zorgen dat het in evenwicht blijft. Dat het zwaartepunt echt boven het kokertje blijft, anders valt hij om. 4 boeken liggen er al op het ene vel papier. Nou, nog een zwaar boek. Over de eindige elementenmethode, echt zware kost. Plof. Nou gaat hij kapot. Maar dat gebeurde pas toen deze stapel boeken op 1 vel papier lag. Hoe kan dat nu? Je ziet dat hij hier nu wat ingefrommeld is. De zwakte van een dun vel papier is dat het knikt. Alleen doordat we het rond hebben gemaakt, kan die knik eigenlijk geen kant op. Houdt die knik zichzelf tegen. En daardoor kan het heel wat gewicht hebben voordat het uiteindelijk opfrommelt en valt. Doe dit gerust thuis na. En veel plezier daarmee. Tot ziens!